Zien jullie me goed, goed? Ik weet het niet. Yes, mensen. Welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Zomaar dansen ik alsof er muziek is. Moet ik mijn bril even afdoen? Nee, dit is die vibe met die bril. Ja, oké, mensen. Ik ga jullie vandaag meenemen naar Taco Bell. Als ik het goed zeg. Vinden jullie het vervelend met die bril op? Ik weet het niet. Maar ik ga jullie vandaag meenemen naar Taco Bell. Ik zie het al een tijdje op TikTok en everything. En ik dacht, het is mooi weer. Sun is shining. The weather is sweet. Ik ga niet thuis blijven. Dus ik ga jullie meenemen naar Taco Bell. In Osdorp. Het is een beetje ver van huis hoor, daar niet van. Maar ik heb het ervoor over. Dus we gaan weer lekker dingetjes bestellen en daar eten. Een soort mukbang. Leuk hè? Ga je meenemen. Schoenen is aan, bril op. Ik heb wel een knotje hoor, maar ik ga jullie meenemen. Mensen, ik vind het low-key super spannend hè. Ik zie het. Oké, mijn Google Maps kan uit. Maar ik vind het wel een beetje spannend. Ik had op Google Live gekeken of het druk is of niet. Zit ik daar. Met mijn camera, weet je. Maar we're just gonna do this. Out of my comfort zone. Ik zie het. Oké, laat me normaal doen hoor. De lijn hier is wel een beetje druk. Maar goed. Oké, guys, we are here. Oh, jullie zien het niet. Jawel, we zijn er. Oké, het is wel klein. Oké, mensen, we zijn binnen. Ik ga nu kijken wat ik wil. Ik wil zo'n tafel. Denk ik. Ik ben heel voor die tafel, ik zie het niet. Wat is dat? Nou, we hebben een crunchy taco. De fame stelling. Verder bij de stelling. Wat is wat? Dus niet, jullie kunnen het eten niet zien. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik heb dus verschillende dingen. Ik zeg jullie eerlijk, ik weet niet eens wat ik heb. Maar mijn totaal was €18,80. En ik heb een taco met beef. Een harde taco, softshell taco met beef. Friet heb ik. I'm just gonna show you. Oké, dus ik heb een beetje voor alles. Dit zijn die frietjes. Tacos. Ik heb ook nog, hoe zeg je dit, cinnamon twist. Ik hou niet eens echt van kaneel, maar goed. En wat sausjes, guacamole heb ik, kaassaus, also frietsaus met mijn frietjes. En hot sauce voor de tacos. Ik heb dus ook, hoe zeg je dit? Hoe zeg je dat? Ik ben vergeten wat het is. Nee, lippen. Oké. Nou, ik ben benieuwd, echt jammer dat jullie het niet kunnen zien, maar ik ga even mijn camera anders neerzetten. Nou, zien jullie het beter? Ook niet. Maar goed, anyways, ik ga dus nu die patatjes proberen. Het is dus met een soort kruiden eroverheen. Of het ligt aan mij, want ik proef niet echt een kruid of zo. Oké. Zien we?
dat is nog een verhaal. Nou ja, het smaakt gewoon naar normale friet. Oké. De kaas is wel lekker. Ik ga nu een tafel proberen. Super lekker. Anyways, I like it. Voor 2 euro is het wel te doen, al zag ik het zelf. Rijk gevoel, maar I like it. Ik denk dat dit die zachte wrapachtig is. Ja, dat is deze. Dat is ook met gehakt. Dus. Ja. Ik ga die proberen. Ik hoop trouwens dat je het hoort, want het is nogal mensen en zo. Maar ik vind die hot sauce wel lekker. Het mag wel iets heter voor mijn doel, maar... Ik was niet waar ik moest slapen, dus ik moest wel op de slaap. Echt? Nee. Ik heb het niet. Dus in principe. Deze vind ik lekkerder dan die harde. En zij in die ene is zoveel en die ene is ik ga nu die andere tafel proberen. Ik weet even niet hoe het heet. Maar... Het is zo'n zachte tafel met een harde tafel. Een harde tafel met een zachte tafel. Je ziet dat toch? Met gehakt. Dit is
een soort sausje op wat ik niet lekker vind. Het is ook super kazig of zo. Twisters met kaneel. Ik had bij andere mensen ook gezien dat ze dit hebben gegeten en ze zeiden dus dat het een beetje te, hoe zou dat, olierig smaakte. Maar goed, lekker. Gierigheid. Kan ik zo nog een stiekem een thumbnail maken? Heel stiekem een thumbnail, jongens. Dit was wat hoor. Van de zon eraf. Guys. Dit was wat. Dit was echt wat. Ik heb natuurlijk een zakje goodiebag voor mijn zus meegenomen. Maar dit was wat, jongens. Oh my god. Ik vond het zo spannend, omdat ik normaal ben ik gewoon gewend dat ik mijn eten bestel. En dan ga ik naar huis of dan komt het thuis en dan weet je. Maar ik werd zo raar aangekeken door die mensen daar. En er zat ook een groepje naast me. En die jongen keek echt de hele tijd van, wat ben je aan het doen? Mensen, we zitten in 2024. Hoezo kan je niet tegen de camera praten? Maar goed, ik ben wel echt trots op mezelf dat ik het heb gedaan. Dus nu... bijna 5:10, dus ik ben alweer een tijdje thuis. Maar de review Taco Bell, jongens. Ik heb jullie sowieso al gezegd, maar ik was gewoon een beetje zenuwachtig. Omdat ik dus niet in mijn eigen omgeving was, thuis was. En het was niet super druk. Ik had zeg maar gekeken op Google Live hoe laat het drukste was. En of het druk was. Het was op zich best wel rustig. Maar ik weet niet of jullie het hebben gehoord. Ik zat naast mij zat wel een groepje Belgen. En ja, ik kan natuurlijk tegen hun zeggen van hey, praat niet of zo. Dat is super raar. Maar ik heb wel lekker gegeten. Het was niet duur. Ik ga even de bon pakken. Ja, ik heb dus even de bon erbij gepakt. In totaal heb ik €18,80 betaald. Ik heb een
crunch taco wrap. Dat was dus die harde. Was 2 euro. Een soft taco met beef, 2 euro. Een gordita. Gordita Crunch Supreme. Was dus die, wat ik niet zo lekker vond, die crunch van binnen en die soft van buiten. Die was 4,95. Ik had fries, 2,75. En ik had de cinnamon twist, 1 euro. Lemon iced tea, regular. Nacho cheese sauce, 1 euro. Mayonaise, 60 cent. En guacamole, 1,50. Dus dat was 18,80 euro. En wat ik ook nog heel handig vond, is dat je zeg maar je beker kreeg. En dan kon je ijs inzetten. En je kon het dus weer gratis refillen. Dus gratis drinken pakken eigenlijk. Dus dat vond ik eigenlijk, dat vind ik best wel een goede deal voor 3 euro. En die taco's waren ook best goedkoop. 2 euro. Dat vind je nergens meer zoiets goedkoops. Dus ja, laten we zeggen 20 euro per persoon. Je had ook burritos. Je had wat nog meer. Quesadillas. Je had zo'n grote wrap. En dan binnenin zo'n nacho. Je had echt verschillende dingen. Je had churros. Je had, ja, dat zei ik al, burritos. Je had burritos met kip. Burritos met gehakt. Je had ook een hard soft taco met kip erin. Maar ik wist even niet meer wat ik moest nemen. Maar ik ben uiteindelijk wel blij met het eindresultaat wat ik dus heb gekregen. Alleen die frietjes zitten er zo'n soort van seasoning op. Maar ik proefde het niet echt. Het was ook niet super zout of zo. Maar ik vond het wel lekker. Ik vind dat van de prijs vond ik goed. Van het drinken vond ik goed dat je het kon refillen. En het was ook wel lekker. Alleen ja, heb ik iets erop aan te merken. Nou, niet echt. Ja, misschien de smaak of zo aan de taco's. Zat niet echt super veel smaak aan, vond ik zelf. En ik vond die fire sauce heerlijk. En ook leuk dat het in zeg maar zo'n kleine verpakking was. Dat je het zeg maar zelf kon doen. Dat vond ik, of ja, zelf kon doen. Zelf kon, je weet wat ik bedoel. Sauceren, mijn woord, sauceren. Dat vond ik wel echt lekker. Dus ik heb niet echt, ja, minpunten of zo. Ik geef het in totaal een 6,5. Omdat ik het eten wel een beetje flauw vond. Maar het concept vind ik heel erg goed. Er was genoeg zitplek. Concept vind ik goed. En ik vind het hartstikke goed dat je gewoon voor 3 euro een beker betaalt. En dan kan je gewoon refillen hoeveel je wilt. Dus dat is super nice. Dus ik ben eigenlijk best wel tevreden. De service was ook best wel snel. En het was ook niet super druk. Dus dat vind ik gewoon fijn. Ik heb het fijn ervaren. Wil je vaker dat ik nieuwe restaurantjes of wat dan ook ga uitproberen? Nieuwe eetplekken? Laat het even achter hier in de comments. En dan ga ik dat voor jullie uittesten. Dus ik ben benieuwd wat jullie van mijn volgende foodvlog vinden. Want ik heb al iets in gedachten. Maar dat zien jullie dus de volgende keer bij de foodvlog. En dan zie ik jullie weer. Blijf abonneren, liken, delen. Everything. Dan zie ik jullie.